Hey jongens, joh, hey, even kort bericht. Het is 4 uur 's nachts en ik wil het toch nog even hebben over Ajax. Alex Kroes, die eergisteren is begonnen met zijn functie als algemeen directeur bij Ajax. Ik wens hem al het succes en natuurlijk hoop ik dat hij naar me luistert, naar dit filmpje. Maar hij gaat natuurlijk niet mijn filmpjes bekijken, dat weet ik ook wel. Maar het zou mooi zijn als hij bijvoorbeeld Nicolas Tagliafico kan halen of Christian Eriksen, zo'n ervaren speler. Ja, wat ik eerder zei, Luka Modric of Cristiano Ronaldo zouden ook een perfecte toevoeging kunnen zijn voor dit Ajax. Maar met deze selectie gaat het gewoon niet lukken de komende jaren. Dus er moet echt veel veranderen. Misschien een nieuwe trainer. Ja, sorry John van het Schip, ik ben echt wel een fan van je, maar ja, het gaat gewoon niet goed. En natuurlijk hebben ze 4-0 verloren van Aston Villa deze week, donderdag. En vorige week van Fortuna Sittard, of hebben ze niet verloren, maar hebben ze gelijk gespeeld 2-2 met een geluk goal of nog van Brobbey in de laatste minuten. Dus het gaat nu even niet goed. En ja, ik heb echt heel veel vertrouwen in Alex Kroes. Nieuwe algemene directeur, hopelijk doet dat weer een nieuwe wind waaien bij Ajax. En hopelijk geeft dat weer nieuwe invloed en nieuwe energie. En nou, ik ben heel benieuwd. Hij heeft het goed gedaan bij Go Ahead Eagles. Hij heeft het goed gedaan bij AZ. Hij is een goede jeugdspeler geweest bij Ajax onder meer. En hij is nooit doorgebroken tot professioneel voetbal. Maar weet je, hij heeft veel ervaring in het voetbal. En is een slimme man. Hij heeft mij economie gestudeerd. Dus hij is zeker wel capabel. Hij is nu 50 jaar, dus hij heeft ook veel levenservaring, denk ik. Dus nou ja, Alex Kroes, heel veel succes. En ik heb heel veel vertrouwen in je. Dus het zou mooi zijn als hij weer even goede dingen kan doen voor deze club. Voor deze mooie club. Voor Ajax. En ja, de verdiende supporters. En natuurlijk ook de club. De spelers verdienen ook weer een beetje een steuntje in de rug. Dus. Oké, jongens, we gaan het zien, hè. Bedankt voor het kijken en slaap lekker voor straks. Doei, ciao.